Voor de 15e keer zakte de crème van de Vlaamse showbiz naar Aarschot af voor de uitreiking van de Golden Lifetime Awards. Onder een ruime publieke belangstelling werden de laureaten aangereden en verwelkomd door organisator Paul Peters om vervolgens via de Rode Loper plaats te nemen in de neogotische gasthuiskapel die dienst doet als cultuurcentrum. Radio- en tv-icoon Michel Follet stond in voor de presentatie en roemde de laureaten met anekdotes en hoogtepunten uit hun rijk gevulde carrière. Gastsprekers waren onder meer Yvette Ravel, Lily Castel, Lisa Delbo en Amaryllis Temmerman. Zanger, pianist, componist en entertainer Johan Stols, die voor een kleine Vlaming toch wel een indrukwekkende internationale carrière uitbouwde en van zijn nummer Concerto voor Natasha meer dan 1 miljoen singles verkocht, kreeg de postume Lifetime Award. Ik bedank iedereen voor de mogen in ontvangst nemen van de ouders. Johan zou dit ten zeerste willen appreciëren. Dank u. Zanger Jacques Raymond, die in 2015 de microfoon definitief opborg na een lange zangcarrière in Vlaanderen en Duitsland, mocht de carrièreprijs in ontvangst nemen. Jacques verving samen met Lily Castel in 1971 de zieke Nicole en Hugo op het Eurovisie Songfestival met het nummer Goedemorgen Morgen. Ik bedank jullie allemaal voor jullie komst ook vandaag en veel liefs, I love you all. Dank u. Zanger, arrangeur, componist en producer John Terra kreeg de Golden Lifetime Award. John Terra vertolkt nog steeds zijn eigen composities zelf op het podium, waaronder de hits Iemand heeft je pijn gedaan en Is er een ander tussen jou en mij. Lieve mensen, ik wil besluiten met het volgende. De lange lijst van mensen die ik wilde bedanken bewijst dat een carrière nooit alleen wordt geschreven. Je hebt mensen rondom je nodig die meeschrijven aan het verhaal. Daarom dank, dank, dank. De Lifetime Awards zijn niet alleen een waardering voor de verdiensten van een Vlaamse zanger of zangeres, maar ook een riem onder het hart voor het zo vaak verguisde Vlaamse lied in het algemeen. De muzikale omlijsting van de plechtigheid in Aarschot werd verzorgd door de Prins Junior Band. Een receptie sloot de avond af en was het geschikte moment voor de obligate selfies. De laureaten werden druk gesolliciteerd, vooral door de media. De andere aanwezige artiesten, toch niet van de minste, stonden open voor een informeel gesprek. Een unieke gelegenheid waar het publiek dankbaar gebruik van maakte.